Het verschil is dat je meer bodemleven ziet. Hè? Dus wormen zoeken de klei op. En met name de beworteling. Dat is echt het grootste winstpunt. Vandaag hebben we een demo-middag van het Europese project Live CO2 Sand. Even in het Nederlands vertaald, klei in zand aanbrengen. Een dun laagje klei op een droge zandgrond, zodat die beter gaat functioneren. We staan hier op een ontzettend droogtegevoelige zandgrond. En eigenlijk wat je ziet is dat zo'n bodem slecht functioneert in droge periodes. En als je het zou kunnen omvormen, die bodem, in de wortelzone van zand naar zavel, dan zijn er heel veel eigenschappen van die bodem die veel beter zijn. Waardoor die boer het ook langer kan volhouden in de droge periodes en een betere gewasgroei heeft. Nou, vandaag wordt dat helemaal goed gedemonstreerd. De klei wordt van projecten waar het uit vrijkomt, die het niet kunnen gebruiken, met name bovengrond, die wordt aangevoerd op de kopakker. Daar pakt de loonwerker het op en strooit het uit met een meststrooier. En vaak doet de boer dat in meerdere jaren, dunne laagjes. Maar hier vandaag heeft Egbert Stokkers gekozen om het in één keer een vrij dikke laag toe te voeren. Op het perceel waar we nu staan, daar is twee keer een laagje klei op uitgereden. En dit is nu al van zand naar zavel gegaan. Dus waar we nu staan is klaar. En op dit moment is de familie bezig met de huiskavel een iets dikkere laag, in één keer 4 centimeter zware klei erop te doen. We zijn bij contracten die we altijd, of die Rijkswaterstaat, groot grondverzet doen. Die zijn gewend om het aan de markt over te laten voor de laagste prijs. En wat je dan krijgt is dat zeker die bovengrond, die niemand eigenlijk wil hebben, die wordt laagwaardig weggezet. Vaak in diepe plassen gedumpt. Dat is echt zonde, want daar gaat vruchtbare landbouwgrond, want het was voornamelijk een landbouwgrond, gaat verloren voor eeuwig. En we hebben gedacht van we moeten een variant ontwikkelen om dat hoogwaardiger toe te passen. En vandaar dat dit in beeld is gekomen, dus het klei in zand principe. En dat willen we stimuleren dat het al meegenomen wordt in de projectvoorbereidingen van groot grondverzet. Dat wordt gewaardeerd. Het verschil is dat je meer bodemleven ziet. Hè? Dus wormen zoeken de klei op. En met name de beworteling. Dat is echt het grootste winstpunt. De worteling zoekt echt die klei op. Dus die wortels, die moeten het hebben. Hè? Die moeten het droge seizoen overwinnen. Die moeten de mineralen eruit halen. En die klei is ook veel beter. Die is mineraalrijk. Dus die voedingsstoffen zitten daarin. En die zoekt echt die plant, het gras, de kruiden, die zoeken dat op. Daardoor wordt de kwaliteit van je grasmat ook beter, veel robuuster.